Ik ben Rabi Katabi, projectmanager bij de Alliantie Ontwikkeling. We werken sinds 2002 samen met de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost en verschillende corporaties aan de vernieuwing van Indische Buurt. In 18 jaar tijd hebben we 1850 woningen gerenoveerd en een sloopnieuwbouw gerealiseerd, maar met name renovaties. We zijn nu begonnen met het laatste project Senang. We hebben voor deze naam gekozen omdat het zegt over je thuis voelen in je eigen woning en je eigen buurt. En dat is in Indische Buurt erg goed gelukt. Want we zijn qua tevredenheid van een 5,3 naar een 7,9 gegaan. Dat is het hoogste cijfer in de stad en daar zijn we erg trots op. Ik ben Marco van der Rotte. Ik ben projectleider bij Vinkbouw. En wij zijn super trots dat we hier in opdracht van de Alliantie 118 duurzame woningen en 3 bedrijfsruimtes mogen bouwen. Na het slopen van het oude gebouw zijn we inmiddels gestart met het boren van 239 palen en die zijn ongeveer 21 meter lang. Het duurzame gebouw die krijgt straks 500 zonnepanelen op het dak en die leveren de elektriciteit terug aan de woningen en dat levert lagere maandlasten op voor de nieuwe huurders. Naast de zonnepanelen op het dak maken wij ook een installatie die zorgt voor warmte in de winter, herfstperiode en koude in de zomerperiode. We verwachten dat het tweede kwartaal 2022 het volledige gebouw gereed is voor de nieuwe huurders.